Emilio, gefeliciteerd met de punten. Ja, dankjewel. We hadden ze zeker nodig vandaag. Het was niet best, hè? Nee, qua spel was het niet het mooiste voetbal vandaag. Maar ik denk dat we hem ook gelijk moeten vergeten weer. 4-0, gewoon een goede uitslag en op naar de volgende. Stond er veel druk op de ploeg? Want deze wedstrijd moesten jullie echt winnen? Ja, we moeten gewoon de komende 8 wedstrijden sowieso zoveel mogelijk punten halen. Het liefst alle 8 winnen. En daar wilden we vandaag al mee beginnen. En dat is uiteindelijk gelukt. Ja, dan zit er wel een beetje druk op. Als je ook naar de stand kijkt natuurlijk. Ja, als je naar de stand kijkt, dan zie je dat jullie echt degradatievoetbal gaan spelen. Jullie hebben een hoop goede voetballers, technische voetballers. Maar kunnen die ook vechten? Het zal wel moeten. Ja, we moeten gewoon alles winnen. En ja, er is geen weg terug. Dus we moeten volle 100% gaan geven nu. En hoe is de sfeer in de groep? Ja, ik denk niet dat het daaraan ligt, aan de sfeer. Want we gaan gewoon goed met elkaar om. Alleen, we merken gewoon dat in de wedstrijden, ja, vaak doen we leuk mee. Maar het is gewoon aan het eind gewoon net niet iedere keer. En moet eigenlijk net wel worden. En ik denk dat we daar hard aan goed mee bezig zijn nu. En waar ben jij eigenlijk gebleven? Gebleven? Nou ja, voor de winterstop speelde je hartstikke goed. En we zien je niet meer. Nee, klopt. Even een lastige periode gewoon gehad met blessure ook. En ik heb nu even 3 weken niet gespeeld vanwege blessure en nu vandaag weer. Ik moet gewoon weer mijn oude ritme oppakken. Maar dat gaat zeker goed komen weer. U werd vroegtijdig naar de kant gehad? Uit voorzorg? Ja, was uit voorzorg. Is mijn eerste wedstrijd weer na 3 weken. Ondanks dat ik wel nog een beetje last heb. Maar het voelt verder goed. Sorry, jongens. Hoe komt het? Ja, ga nog één keer. Ja, ga je gang. Sorry. Hoe komt het dat jullie zo weinig punten pakken in uitduels? Zo, ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht trouwens. Dat het, nee, ik zou het echt niet weten. Ja, of het nu uit of thuis is, dat maakt denk ik voor ons niet uit. De volgende is er eentje waarin jullie het een beetje om kunnen draaien. Ja, Linde is altijd een mooie wedstrijd. Het is eigenlijk een wedstrijd op zich. Dus of je het nou goed of slecht doet als team, dat maakt echt op dat moment niet uit. Het is gewoon een wedstrijd op zich. Leeft vooral hier voor de mensen uit de omgeving. En dan zien we jou weer eindelijk een beetje stralen? Dat gaat zeker goed komen. Ik hoop weer dat ik mijn ding van hoe het was kan gaan doen. Succes! Ja, dankjewel.